Hoe vind je het bij Utrecht? Ik vind het heel leuk bij Utrecht. En ik ben heel blij dat ik die stap heb gemaakt van Rode JC naar Utrecht. En ik hoop dat we nog een heel mooi seizoen kunnen draaien. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Heb je nog plannen in je toekomst? Ja, ik heb heel veel plannen in mijn toekomst natuurlijk. Ik hoop dat ik bij Utrecht een hele goede speler kan worden en een vaste waarde en ook belangrijk voor het team. En dan hoop ik misschien in de toekomst ooit nog een keer in het buitenland te mogen voetballen. En het liefst lekker een warm landje, dat lijkt me wel lekker. En dan krijg ik ook nog een kleurtje erbij. Hoe oud was je toen je begon met voetbal? Ik begon volgens mij op mijn 5e of op mijn 6e volgens mij met voetbal. En sindsdien ben ik er nooit mee gestopt, want het is hartstikke leuk. Dus voetbal jij ook? Ja. Waar voetbal jij? Bij VSC. En wat is je positie? Rechtsmidden. En soms rechtsback. En wie is je voorbeeld? Ronaldo en Ramos. Ja, Ramos is een goeie, ja. Ja, en nog meer spelers, maar dat zijn er heel erg veel. En van Utrecht dan? Jij en nog meer mensen. Oh, dat is leuk om te horen. Wat is je favoriete positie? Mijn favoriete positie is eigenlijk wel rechtsback, als ik eerlijk ben. Want dan kan je lekker aanvallen en verdedigen. En ik kan wel aardig veel rennen en ook wel hard rennen. En ook wel, ik heb wel veel longinhoud, dus ik hou er wel van om een beetje bezig te zijn. En als ik de bal afpak, wil ik het liefst ook weer mee aanvallen. Dus ja, dat kan heel goed op rechtsback. Dus dat is wel mijn lievelingspositie. Wat vind je van de stad Utrecht? Nou, ik woon nu in Vleuten, dus dat is eigenlijk net buiten de stad Utrecht. Maar ik ga wel regelmatig even winkelen of even een hapje eten. En ik ga niet uit natuurlijk. Maar het is hartstikke leuk Utrecht. Het is heel gezellig en je kan ook hartstikke leuk winkelen en lekker hapjes eten. Het is een hele leuke stad. Wat vind je van je team? Wat vind ik van mijn team? Nou, ik vind het een heel leuk team en het zijn gelukkig ook allemaal jonge gasten, want ik ben ook nog best wel jong. Ik ben nog maar 21, dus... Nee, ik kende gelukkig ook al een paar jongens want het voetbalwereldje is best wel klein. Ik kende Yassine Ayoub, kende ik natuurlijk al. En het is een heel leuk team en we hebben ook wel wat oudere gasten, zoals Willem Jansen. En dat is een beetje de vader van het team. Die houdt ons een beetje in het gareel en voor de rest hebben we gewoon hartstikke veel lol met z'n allen. Dat is natuurlijk het belangrijkste, hè, dat je er plezier in hebt. Wat vind jij van de supporters van Utrecht? Hele fanatieke supporters. En ze hebben allemaal, ze dragen allemaal een warm hart Utrecht toe. Dus dat is het belangrijkste. En we hebben een heel groot stadion en het stadion zit nu al bijna vol. Maar de sfeer is heel goed en ze zijn hartstikke fanatiek. Dus dat is heel goed. Dat vinden wij als spelers ook heel leuk. Want we spelen natuurlijk voetbal voor jezelf, maar ook voor de supporters. En als die supporters zo tekeer gaan, dan krijg je echt een enorme kick. En dan wil je steeds meer rennen en steeds harder. Harder rennen en dat is allemaal helemaal top hier. En heb jij nog vrienden? Je kan natuurlijk iemand aardig vinden, maar een vriend is natuurlijk weer anders. Heb jij vrienden bij in je team? Of? Ik reken iemand pas tot een vriend als ik hem echt wat langer ken. En ik heb wel vrienden in de voetballerij, maar in dit team heb ik nog niet echte vrienden, want echte vrienden, dat duurt wat langer. Kijk, ik heb natuurlijk vrienden waarmee ik ben opgegroeid. En kijk, ik ben natuurlijk met niemand opgegroeid in het team, dus echte vrienden nog niet. Maar ik kan wel met iedereen als ik goed opschieten. Ken jij, je hebt bijvoorbeeld nu spelers die best wel groot zijn geworden. Ja. Ken jij die mensen waar jij mee vroeger aan het voetballen was, bijvoorbeeld? Nou, ik ken... Ik heb bijvoorbeeld met Virgil van Dijk gevoetbald. En ik heb met Memphis Depay gevoetbald. En die ken ik wel, ja. En die zijn nu heel erg goed geworden. En zo kan het lopen, hè. Die jongens zijn nu international. Dat is wel heel grappig om te zien. Ja. Maar wat zijn je hobby's? Ja, natuurlijk voetbal, maar je kan toch ook meer hobby's hebben? Ja, ik heb wel hobby's. Dat is natuurlijk PlayStation. Dat doe je ook wel zeker. Ja, maar dan Xbox. Oh, Xbox, ja. Ik speel FIFA en Call of Duty vooral. En voor de rest is mijn vrouw, mijn vriendin is mijn hobby. Maar voor de rest heb ik geen hobby's. Oké, en wat was je eerste club toen je begon met voetbal? Mijn eerste club was SDOB. Het is in de buurt van Purmerend. Daar ben ik ook geboren. En dat is gewoon een amateurclubje.
dat was wel een hele leuke tijd. Want waar speel jij nu? VSC bij Oud-Velox. Ja, nou, geniet er maar van, want dat is de leukste tijd die je hebt, hoor. Lekker jong, lekker onbevangen voetballen. En dat was SDRB, ja. Een hele leuke tijd. Hoe oud was je toen je gescout werd door profclubs of gevraagd werd? Ik was... wat was het nou? Ik denk dat ik 9 was. 9. Toen werd ik gescout. En ik werd ook al gescout om mijn 8e of om mijn 7e. Maar toen zei mijn vader nog van, nee, ga jij maar lekker voetballen. En niet dat moeilijke gedoe bij die profclubs. Ga maar lekker lol maken. En achteraf ben ik hem daar wel heel dankbaar voor. Want voetballen bij een profclub is het leukste wat er is. Maar het is wel een stukje serieuzer. Ja. Wat dacht je toen? Toen je nog klein was, had je dit verwacht dat het allemaal zo zou groeien? Of? Nou, je droomt er natuurlijk wel van. Als klein jongetje had ik nooit kunnen denken dat ik in een kantoor zou werken. Achter een computertje mailtjes beantwoorden. Dat wou ik nooit doen. Ik wou altijd profvoetballer worden. Dus dat is gelukt. En nu ga je dan weer je dromen aanpassen. Nu wil je zeg maar zo goed mogelijk worden als je kan zijn. Maar ik moet wel zeggen, ik ben elke dag nog wel heel dankbaar dat mijn droom is uitgekomen. Okay. Want ik denk dat elk jongetje wel profvoetballer wil worden. Heb jij natuurlijk bij vrienden, maar heb jij veel vrienden gehad die profvoetballers zijn geworden? Nou, nee. Echt vrienden waar ik mee ben opgegroeid? Nee, niet. Dan ben ik wel... de enige. Of het moet Thijs van Hofwegen zijn en die speelt nu bij NEC, maar dat is dan de enige. Dat komt gewoon niet zo heel vaak voor. Het is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, maar als je heel goed je best doet, dan kan het wel lukken natuurlijk. Ben je van plan om nog lang bij Utrecht te blijven voetballen? Dat ben ik wel van plan, ja. En ik hoop dat ook gaat gebeuren, want Utrecht is een hele leuke club met hele leuke mensen die er werken en ook hele goede supporters, dus ik hoop wel dat ik hier nog een hele tijd zit. Heb je leuke trainingen? Ja, we hebben hele leuke trainingen, maar de meeste trainingen zijn heel serieus. Dus we moeten echt de hele week trainen en dan moeten we ons aanpassen op onze tegenstander, weet je wel. Je moet echt analyseren de tegenstander en dan trainen we zeg maar om die tegenstander te verslaan. En soms als we vrij hebben, doen we wel hele leuke dingen. Dan gaan we wel een beetje gekke dingetjes doen. Maar het is vooral echt om te winnen. Wat vind je van je trainer? Wij hebben een hele goede trainer. Hij is een hele gezellige man, een hele leuke man. Hij is ook echt Utrechter. En dat merk je ook wel, want hij houdt gewoon van een dolletje. Maar hij kan ook heel serieus en heel streng zijn. Maar dat is natuurlijk inherent aan het vak trainer. Oké, dit waren mijn vragen. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.